We danken Jurgen en Johan voor hun voorbeeldige professionele begeleiding van deze wedstrijden deze namiddag in een, laten we maar zeggen, verzopen appels. Maar het weer, dat kan je niet bestellen. Maar de renners, dat zijn Flandriaans. En wat heb ik u gezegd? John Roscoe, als een duiveltje uit een doos. Molen weekend. Applaus. Handen op elkaar voor onze man uit Poperingen. Hij weet hier in Appels te winnen. Proficiat Carrera Coppes. Mooi tweede. En dan Kiel Power en Camille Notenbaard. Zij vervolledigen de uitslag op de plaatsen 1, 2 en 3. Wat een winnaar. John Roscoe, proficiat man. Eerste winnaar bij de Haas op de kalender. En nu de Pert, maar er is geen Pert meer van de achtervolgers. Want Wouter de Vouw. Wouter de Vouw met een stevige tred. Hij pakt hier plaats 5. Moedige in de achtervolging. Applaus voor de man uit Rijsseleden van het cyclingteam De Witte. Plaats 5. Moedige in de achtervolging, maar strandend op een kleine halve minuut. En nu dus spurt voor de zesde plaats. Ogen dicht, handen op elkaar. Wie pakt hier plaats 6 in een nijdig spurtje? Voilà, dat is het nummer 277. 277 moet ik even piepen. Want de wind heeft ook in mijn notities lelijk huisgehouden. Allee, 2,77. Niemand minder dan Baptiste Maillard. Hij weet hier de spurt van de achtervolgers, de verkleumde achtervolgers, te winnen. Mooi resultaat voor die man die toch wat supporters heeft in zijn kielzog. Die wisten hem te bedanken met een hartelijk applaus. Uitkijken naar het peloton. Of wat er nog van overschiet. Of enkele renners misschien wel die meute hebben willen ontlopen in de slotkilometers. We kijken uit, houden vooral ook de baan volledig vrij. Ook aan de fietser die momenteel de baan nog kruist. Maar goed, hij heeft tijd en held op zak, dacht ik. Nog wat langer, zo. Kleine presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij daar voorlopig maar klein. Volledig vrij houden alsjeblieft, want wij hebben opnieuw aankomst. Achtervolgende renners die het spurtende peloton of het peloton ontvlucht zijn. Verder ereplaatsen voor 2,95 en 88. 2,95 en 88. Ook zijn wedstrijd beëindigt. Het nummer 8 of 39. Ik wil er vanaf zijn. Goed, we kijken uit. 2,95. Renners komen hier met mondjesmaat binnen gesijpeld. 2,95 was Jens Krijgelman. Die Jensen, dat zijn echte Flandriërs. En de spurt van het peloton. Bim bam bom. Die wordt gewonnen door het nummer 37. Dat was IJzona. Brik en brak. 37 Glen Buil. Inderdaad, even hield het SOS-team hier de adem in. Voor die halsbrekende spurt in die slotmeters zou het nog wel kunnen gebeuren dat hier iemand gewond moet afgevoerd worden. Gelukkig hield de spurtende fietser zich recht. En onze nummer 7.